Welkom iedereen bij mijn 16e deel van Let's Play Pokémon Manly Pink Nuzlocke Challenge. In het vorige deel kwamen we door de Dark Cave en we verloren Dexter op de weg. Best wel jammer. Dit keer, ja, ik denk dat we wel in de Lavender Town komen, makkelijk. En ja, ik ben eigenlijk op zoek naar een volgende Pokémon, een beetje of een gras of een elektrisch. Dexter was heel goed daarin, maar ja, Dexter is nu dood. Ik heb ook een beetje gekeken op de forums en wat bleek nou? Dexter evolueerde met een fucking dondersteen. Daar kon hij een Electros worden. En waarom die Flippo lacht? Jacht? Wat? Weet ik ook niet. Ah ja, dit is ook een nieuwe Pokémon, een Heatmore. Een vuur Pokémon. Die fucking zilverwind kan, what the fuck? Ah, leuk. Alle stats gaan door omhoog. En heel veel heeft het ook nog. Leuk. Rock Slide, Snatch. Ja, doei. Ik wacht er mooi niet op. Level 35, mooi Tom. Ah, hoi Kots. Ja, oké. Okay. Oké, okay, welke Pokémon heb jij? Een Zoro's... Een Scrafty. Nee. Ik ga dat niet proberen. Ik durf dat niet aan met Pumba en... Nee, met Tom. Waarom niet? Heel simpel. Ik ga het gewoon niet proberen. Brick break, go. Thank you. Oké. En laatste Pokémon training? Ja. Nee, ik wil je Pokémon niet zien. En Bichar, oké. Niels. Ik zou het aardig vinden als je even vuurpunch doet. Dank u. Ja, dat is ook een nieuwe Pokémon, Drudikon. Ik ben even aan het twijfelen wat ik ga doen. Vuurpunch, schaduwbel. Ja, dat doet veel. Dat is jammer. En hij heeft ook nog ruwe skin. Dat maakt het nog leuker. Ruwe huid. Zo noemen ze het eigenlijk. Maar ja. Vlammenwerpen. Oh, dat doet echt weinig. En Revenge doet ook niks. Mooi. En we zijn klaar. Dank u. Herman. Oké. Okay. En dit is mijn favoriete plekje van heel Pokémon. Lavender Town. Waarom? De muziek is daar zo leuk. En zo ik weg. En we zijn op een nieuwe route. En dat betekent nieuwe Pokémon. Een Whimsicott? Wow. Dat zag ik niet aankomen. Vlammen werpen. Maar je kan tenminste met Pokémon weer gaan trainen. Dat is wel fijn. Oké. Okay. Ik wil eigenlijk die Pokémon graag. Een Darumaka en niet een Daruma. Een Hihi Daruma. Nee, ik wilde... Ja, ik wilde een Hihi Daruma. Geen Daruma. Nee, ik kan Rock Slide doen. Jij niet. Klaar. Rock Slide. See ya, bitch. Tom. Ah, ik moet echt mijn Pokémon gaan trainen. Kijk dan. Level 45. Zelfs Pumba is niet zo hoog. Dat is echt belachelijk. Level 36. Oké. Okay. Oh ja, deze heb ik nog verslagen. Maar ja, nu kunnen we even een Pokémon hier gaan vangen. En dat is wel leuk. Welke krijg ik? Welke krijg ik? Een Swanna. Oké. Okay. Ja, hele lange stilte, maar ja. Pumba. Nu heb ik wel heel veel vliegpokémons, of niet? Ja. Maar ja, het is tenminste water-Pokémon, dus ik hou hem wel. Deteldans? Oh, leuk. Het is de Kieteldans ofzo. Of de Waggeldans. Groepsafstanden beginnen de leden altijd dan in het midden van de... Oké. Okay.
ballerina. Hé, hey, het zijn dansers. En dan noem ik hem gewoon ballerien. Ballerien. Ah, ik had de A weg. Metal Life voor de A. Oké. Okay. Nee, ik hoef geen touwmap. Screw de touwmap. I have rules. Oké. Okay. Swanna. Wie moet ik eruit halen? Aan Alice heb ik niet zoveel. Dus Alice kan wel weg. Zou ik... Nee, nog niet. Nog niet. Laat maar in. Move ik de items een beetje. Take, give. Nee, niet de bedoeling. Of Pokémon. En Swanna gaat erin. Oké, okay, nu het dagelijkse dingetje kijken. Een beetje kijken of aanvullen kan. Charms, lack of agility. Oké. Okay. En water absorb. Dat is heel handig. Dat is echt heel handig. Waterpuls. Ik kan niet leren. Dat is ook heel handig. Doei charm. Waterpuls. Kan hij rood? Nee. Kogelzaad? Nee. Schokgolf? Nee. Oké. Okay. Ah, we hebben een goed team nou. Een beetje in balans team. Niet slecht. Maar ook niet echt goed. Hey. Hallo. Welke Pokémon heb je? Een Baro. Een Mandibus. Ah, oh, fuck me. Rock Slide. Doei. Is X-Defense zo goed? Oeh, de vaat. Oké, okay. Tom, Pumba, Glenn. Nee, het is niet logisch. Oké, okay, nou een dubbel gevecht. Ja, wat zullen we daar dan voor doen? Ballerien gaat naar voren. En jij zijn twee Pokémon's die ik niet moet hebben. Pumba. En Niels. Oh, Rock Slide was ook beide open. Dat is fijn. Maar ik ga... met Niels Pumba healen. Huppakee. Oh, Aerial Ace te veel. En vooral omdat het fucking critical hit is. What the frick. Ik moet een paar healposters gaan halen. En ik ben fucking weer dood aan de fucking tering hier. Schokgolf, dat doet niet veel. En Monga is dood. Dentura is dood. Pumba is level 52. Oké, okay, we zijn klaar hier. Ah, ik heb niks meer. Ik ga wat dingen inkopen. Wat kunnen we nog doen in deze aflevering? Ik heb niet zoveel zin om de rest van de trainingsdeel eraf te gaan doen. Dat is niet leuk. Waarom kan ik hier geen hippo potion halen? Nou ja. 5. Wat? 50 kom ik misschien wel mee door. Oké. Okay. Nu wil ik eigenlijk iets anders doen. Ik wil... ik zet ballerina vooraan. Of ballerin. Doe de bal erin. Gooi die bal erin. Nee, andere. Ik wil Niels. Oké. Okay. Met ballerin ga ik naar beneden en ik ga de Goodrot even halen. Ik ga misschien nog een leuke Pokémon vangen. Oh, weer een fucking basculin. Wat hebben jullie met basculins? En beide hebben fucking... ah, leuk. Ik dacht, ik ben slim bezig. Ik ben heel slim bezig. Hebben ze fucking water absorb. What the fuck? Ach ja. Break, break. Go. Nog een keer. Goed zo. Ik vond het eigenlijk best jammer. Ik had gehoopt dat... nou ja, dat ik met ballerien aanval kon. De ballerien kan geen fucking aanval, of wel? Ik heb al naar gekeken. Kut kans niet. Nee. Ah, oh, dit was wel leuk. Dit was serieus leuk.
Allemaal Mola. Waterpuls. Ah, doet niet veel. Een Wens. Waterpuls. Oh, confused. Thank you. Maar natuurlijk heb ik wel de Wens. Waterpuls. Ik heb echt even een nieuwe aanval nodig. Waterspout doet niks. En als het enige wat ik kan wensen is, dan ga ik er lekker doorheen. Maar ja, ik heb niet tenminste een goede waterpokémon. Wens, ja, wens maar raak, doet je toch niks. Ah, leuk, dit schiet niet op. Dit schiet voor geen ene ruk op. Ik heb zo tegen fucking een waterpuls meer. Toch niks. Had die safeguard opgezet? Nou, kom nu pas achter. Raak jezelf maar, dank u. Agility. Raak jezelf, dank u. Agility. En agility. Nou, 6 keer omhoog. Hoeveel wensen heeft hij nog over? Ik denk niet veel. Als ik zeg ik denk niet veel, dan moet je er geen wens meer gaan gebruiken. Wens heeft niet eens zoveel pp, dat weet ik wel. Volgens mij maar 10 of zo. En dat is zeker geen 10 pp. Ah, dit is een saai gevecht. Nou ja. Oké, ik ben veel sneller dan hem nou. Huppakee, door, 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 door. Titadance. Ah ja. Dankzij Safeguard kan hij ook geen tweede effect krijgen, zoals Confusion. Ah, dat is wel jammer. Titadance. Raak jezelf, dat maakt mijn gevecht wel makkelijker. En ik heb geen PP daarmee voor. Ah, leuk. Heb je nog Etter? Ja. Max Etter nog wel. Waterpuls. Nou, dit was een... Dit is een heel saai gevecht, weet ik ook wel. Maar ja, hij is tenminste dood en we krijgen er een Bull XP van. Alleen Ballerin krijgt nog steeds geen nieuwe aanvallen. Ah, nog meer gasten. Geen zin in. Waterpuls. Oh, meteen confused. Thank you God. Maar hij heeft fucking crunch en daar kan ik niks tegen. Pumba. Raak jezelf, raak jezelf. Nee, dat is niet jezelf raken. Brick break. Ja, wat ik allemaal niet doe voor een fucking good rod. Oké, brick break klaar. Dank u. Ik ben hier de hele dag. Ja. Ik ben er nog steeds niet. Waar is het einde van deze rotweg? Waterpuls. Huppakee. Waterpuls. Huppakee. Ja, en dan gaat hij weer omhoog. Oké, Kees gaat lekker graven. En hij duikt omhoog. Oh ja, ik was vergeten. Hij heeft levitate. Dan op deze manier. Ach, ik heb toch een elektrische aanval op me doen. Dus wat is je van plan? Nou, Kees spoont gewoon ass nou. Flinched, heel mooi. Rock slide weer. Flinched en rock slide weer. Dank u. En Kees krijgt een heleboel XP, level 36. Aardbeving, fuck yes. Graaf gaat weg. Ben ik er bijna doorheen? Ah, vertel me niet dat die fucking... Shit, sorry. Ik heb nou een hele tijd verspild om te zoeken naar een stomme goodrat.
Ja. Ja jongens, dat was voor dit deel. Het volgende deel gaan we de volgende route weer langs. Waar we in het begin van de aflevering ook waren. En ja, dat was het. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Vergeet niet om een reactie achter te laten. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!